ga een smoothie maken met een banaan en aardbeien. En ja, ik wil al dagen een smoothie maken. En vandaag ga ik het doen. Nu heb ik daar ook tijd voor. En ik ga dus een banaan gebruiken, aardbeien en een beetje yoghurt. Ik heb nog nooit een smoothie gemaakt, dus ik weet niet hoe dat gaat zijn. Ik ga mijn uiterste best doen om het zo goed mogelijk te laten lukken. Maar het kan natuurlijk altijd wel een beetje mislopen. Ik hou jullie op de hoogte. Ik heb ook nog een beetje haver genomen, zo. Ja, haver. En dat ga ik er misschien ook nog in doen. Zou fijn zijn als het je haver. Dat is misschien ook nog wel lekker om erin te doen. Ik ga het nu maken. Ik had nog niet eens bedacht dat er een nieuwe vlog was vandaag. Maar welkom dus bij een nieuwe vlog. Het is al de 6e vlog, denk ik. Tijd gaat snel. Zoals jullie kunnen zien heb ik hem net een smoothie gemaakt. En ik heb hem gemaakt met aardbeien, banaan en een beetje haver. En ik ga hem nu proeven, want ik heb hem nog niet geproefd. En ik denk dat hij wel lekker is. Dus we zullen eens drinken. Ja. Dat is echt lekker. Hij had wel nog iets frisser gemogen. Maar ja, daar kunt je nu ook niet echt aan doen. Ik vind het echt lekker. Ik heb zoals altijd ook weer huiswerk te doen. En al die blablabla en blablabla. Dus ik ga eens laten zien wat ik vandaag moet doen. Ja, dus als eerste moet ik mijn geschiedenis test leren. Dat heb ik hier ook al gedaan. Hier moet ik voortleren en hier moet ik die herhalen. Want ik heb die vrijdag. Mijn Franse dialoogjes herhalen. Mijn Engelse presentatie oefenen. Maar dan moet ik gewoon eens bekijken. En ik moet een nieuwe groene markeerstift nemen. Want mijn groene markeerstift, oh my god, ik vind het echt erg. Het schooljaar is bijna gedaan. En nu is deze groene markeerstift op. Dat vind ik echt erg. En ja, het schooljaar is bijna gedaan. Maar is wat, die moet ik dan ook een nieuwe pakken, want ik heb er nog andere groene. En dan moet ik ook uiteindelijk een versie nog afmaken. En ik ga vandaag dansen en ook nog zwemmen, allee, daarna. Dus dit is voor vandaag. Ik ben terug thuis van school, al een tijdje. En ik heb mijn kleren nog aan van vandaag. Ik zal ze even laten zien. Ik laat wel nooit zien wat ik aan heb. Ik heb mijn salopet aan. Met een t-shirt, maar ik ga even andere kleren aandoen, want het zit niet zo comfortabel. Dus nu heb ik een joggingsbroek aan. Het zit veel comfortabeler. En dus ik ga even zo vloggen. Maar nee, oké, okay, toch niet. Het is echt wel warm buiten, maar ik ga even een bittenzak opwarmen, want ik heb echt rugpijn. En ik denk dat ik gewoon heel stijf ben in mijn rug. Maar ja, ik heb echt rugpijn. Dus ik ga even een pittenzakje halen. Zo'n kersenpitkussen, of hoe je dit ook noemt. En dan ga ik aan mijn huiswerk beginnen. Vandaag moet ik mijn geschiedenis herhalen. Want daar ben ik al van maandag voor aan het leren. Ik heb dat gisteren herhaald. En vandaag nog eens, zogezegd, geleerd. En vandaag moet ik dat herhalen. Ik moet mijn Franse dialoogjes herhalen. En ik moet aan mijn uiteindelijke versie van mijn geïntegreerde proef en mijn eindwerk werken. En voor de rest niks. Maar dit is heel veel en dit valt nog wel mee. Het is nu ook ondertussen al 5 uur. Het is aan het omweren. En dan was het echt super uit het onder. Ik heb niet echt bang van donder. Maar als mijn raam begint te kraken van de slag van een donder, dan denk ik toch, oei. Misschien komt er zelfs nog een.
Ik ga jullie hier even laten staan. Ik ken dat. Nu zet ik zelfs van de camera af. En dan net als ik de camera afzet, bliksemt het weer. En gaat het weer tanderen. Ik hou jullie op de hoogte. Daar is het. En het regent. Nu ga ik hem nog even laten opstaan. Ik vind eigenlijk donder wel gezellig. Ik weet niet wat jullie vinden, maar ik vind dat ook wel gezellig. Goedenavond allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik zie er ook echt exact hetzelfde uit als gisteren. Mijn haar is... Ja, nee. Het is dus wel echt wel degelijk vrijdag. Kijk maar. Vrijdag. En vandaag was het een normale schooldag. Ik had vandaag een test geschiedenis en mijn dialogus van Frans. En mijn test van geschiedenis was wel best moeilijk, maar het ging wel. Het was een moeilijke test, gewoon het Arameen. Ik was niet de enige die dat vond. Dus dat is goed. En mijn Franse dialoogjes gingen ook goed. De leerkracht zei dat het goed gedaan was. Dus dat is al goed. En nu is het laat al. Het is al 7:50. Maar ik zal even vertellen hoe mijn avond er heeft uitgezien. Dus ik ben thuisgekomen rond 4:00. En dan ben ik op mijn bed gaan liggen. Want ik was echt kapot. Ik ben ook al 2 dagen rond 9:15 al gaan slapen. Terwijl ik normaal om 9:45 ga slapen. Dus ja, ik was gewoon... uitgeput. En dan heb ik een uur geslapen. Heeft mama mij terug wakker gemaakt. En dan heb ik een lasagne gegeten. En dan ga ik nog wat 13 Reasons Why gekeken. En dan ga ik nu vlog bewerken. Ik ga helemaal geen vlog bewerken. Ik ga voor school werken. En mijn GP en iets voor IO. Dus dat ga ik nu doen. En dan spreek ik jullie straks misschien nog. Ik sta ook al een beetje hopeloos achter met mijn vlogs, want ik heb er ondertussen nog 2 die nog steeds niet geüpload zijn. Maar, ja. Het is niet zo'n ramp of zo. Ik heb gewoon heel druk met school nu. Dus ik ga het gewoon rustig aan doen en zien wanneer ik daar tijd voor heb en dan pas uploaden. Dus niet op vaste dagen, want dat werkt niet voor mij. Maar als jullie deze vlog zien, dan staat die voor u toch al online en ben ik volgens mij al bijna bezig met examens of zo. Maar schat, ik ga nu voor school beginnen. Het is nu 9:50 en het is voor mij tijd om te gaan slapen nu. Omdat ik daar straks een dutje gedaan heb van een uur, dus echt geslapen heb, ben ik nu nog niet keimoe, maar wel moe. Dus is het gewoon voor, ben ik niet om 9:15 gaan slapen, maar gewoon een uurtje later. Omdat het ook weekend is en ik dus morgen veel langer kan slapen. Ik heb ook besloten om morgen geen wekker te zetten.
Normaal zet ik in het weekend altijd een wekker. Maar omdat ik de laatste tijd zo moe ben, doe ik dat best nu niet. En dan zondag waarschijnlijk ook niet. Maar dat ik dat vanaf volgende week en in het weekend dan weer wel kan doen. Zodat mijn slaap een beetje on point blijft. Een beetje genoeg slaap heb. Ik ga dus nu slapen. En ja, ik zie jullie morgen. Ik heb ongeveer tot 9:45 nog voor school gewerkt. Dan heb ik snel nog even een koude douche genomen. Want het was hier echt kei warm. En ik had het helemaal warm met die joggingbroek. Dus ben ik echt letterlijk onder een koude douche gaan staan. Maar nu ga ik slapen. Dus tot morgen.